Hallo, wij zijn Sophie en Kimberly van Thomas Campus College. En wij maken deze film voor verkeer. Wie bent u? Nou, welkom. Ik ben Ronald Geraert en je bent hier bij de gemeente Zwolle. Ik ben verkeersveiligheidscoördinator bij de gemeente Zwolle. Oké. Welke taak heeft u? Als gemeente hebben wij de taak dat wij wegbeheerder zijn in Zwolle. Dus wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de weg, de infrastructuur, zoals dat met een mooi woord heet. Dat zijn de wegen in Zwolle. Dat is de gemeente voor de wegen hier in de gemeentegrenzen. En dat is de provincie voor de wegen van Zwolle naar Deventer bijvoorbeeld. En dat is Rijkswaterstaat voor de autosnelwegen. Maar ik ben van de gemeente, zeg maar, dus alleen hier verantwoordelijk voor dat het hier veilig, het verkeer hier veilig op de weg, zeg maar, zich kan verplaatsen. Nou, de taak van de gemeente Zwolle is om de wegen die hier in Zwolle zijn, dat we die veilig houden en dat de doorstroming op deze wegen ook gegarandeerd is. Dus dat iedereen veilig van A naar B kan gaan. Oké. Wat vindt u van het verkeer in Zwolle? Ik vind het heel erg druk hier in Zwolle. En dat is ook logisch, want Zwolle is een stad waar heel veel mensen werken en wonen. En waar ook heel veel mensen van buiten Zwolle, zeg maar, naartoe gaan elke dag. Er zijn duizenden leerlingen die elke dag op de weg fietsen naar school toe. En alles komt vooral in de ochtendspits en avondspits bij elkaar. Wat kan er verbeterd worden? Nou, er kan denk ik heel veel verbeterd worden. Wat wij heel erg belangrijk vinden is de kwetsbare verkeersdeelnemer in de stad. Dat zijn de voetgangers en de fietsers en de bromfietsers in deze stad. Dat zijn doelgroepen waar we van allerlei maatregelen voor willen gaan treffen de komende jaren. Het is belangrijk dat er goede fietspaden liggen, dat er goede fietsstraten komen. Gaat u met onze filmresultaten nog wat doen? Nou, ik weet niet precies wat jullie gefilmd hebben, maar ik neem aan dat jullie situaties gefilmd hebben waarbij ook leerlingen, zeg maar, en scholieren, zeg maar, in beeld gebracht zijn. Als er op de filmopname een situatie te zien is waarbij we zien van, nou, daar zou een aanpassing van het verkeer en van de weg noodzakelijk zijn, dan ga ik daar zeker wat aan doen. Maar wat ik veel belangrijker vind is dat het gedrag wat jullie gefilmd hebben, wat leerlingen vertonen, dat leerlingen zelf daar ook wat aan gaan doen. Want we kunnen als gemeente natuurlijk niet alleen zorgen dat het veilig is. Het zijn uiteindelijk de mensen zelf die zich in het verkeer bewegen, die verantwoordelijk zijn voor voor de veiligheid op de weg. Binnen de gemeente kan dat op verschillende manieren. Er is een servicelijn waar een bewoner naartoe kan bellen en aan kan geven dat hij een klacht of een melding heeft over een verkeersonveilige situatie. En die melding komt bij mij terecht en ik zorg ervoor dat daar wat mee gebeurt, zeg maar. Het kan tegenwoordig ook via de e-mail natuurlijk, via de computer kun je je berichten kwijt als bewoner van Zwolle. We zijn een stad waar heel veel verkeer zich beweegt elke dag. De kopstaartbotsingen tussen auto's is denk ik de top, staat in de top op nummer 1. Maar helaas, er gebeuren ook ongelukken met fietsers en voetgangers. Dat is dus een probleem waar we als gemeente wat aan moeten doen. En er is nu geld beschikbaar gekomen door de gemeenteraad beschikbaar gesteld om ook die plek aan te passen en veiliger te maken.